Opoesientje mag blijven liggen in de Lindenberghaven. Lange tijd was de toekomst van de Clipper onduidelijk. Opoesientje had geen lichtplaatsvergunning en mocht niet in de haven blijven. Daarom kwam Leon Berkers met een reddingsplan om een lichtvergunning aan het schip te verbinden. Het was nodig om twee schepen met een lichtvergunning in te ruilen voor Opoesientje. Het zit hem in een aantal vierkante meters. De Opoesientje is 270 vierkante meter. En er is geen andere lichtplaats hier van dat soort aantallen vierkante meters. Dus ik heb er twee samengevoegd. Eén die ik al zelf had van de Orca hier achter mij. En ik heb een lichtplaats, oftewel een ark, een woonark die hier in de haven te koop lag, heb ik bij kunnen kopen. En die is samen met de Orca, zijn die samen 270 vierkante meter. Dus als ik die twee schepen verwijder, dan kan ik daarmee de Opoesientje laten liggen. Naast de Orca moest er ook een andere woonboot gekocht worden. Berkers is daarom eerder dit jaar een crowdfundingactie begonnen. Hiermee wilde hij de 150.000 euro ophalen die nodig was voor die woonboot. Ik ben een crowdfunding uiteindelijk gestart, omdat mensen aangaven dat ze me wilden steunen. Dus er zijn een aantal mensen die, of nogal wat mensen die geld overgemaakt hebben. En die daar ook niks voor teruggevraagd hebben. Er zijn mensen die zijn hier koffie met appeltaart komen eten en daar gewoon te veel geld voor betaald hebben. Of een biertje gedronken en dan een fooi achtergelaten die ook nergens op slaat bijvoorbeeld. Zoiets. Best aardig. En uiteindelijk heb ik iemand die aangegeven heeft, luister, wat voor gat er ook is, die kun je bij mij lenen. En vanuit die lening heb ik uiteindelijk de koop kunnen maken om de woonark, de Satellite, om die aan te kopen. Opoesientje is belangrijk voor Berkers, omdat de Clipper de enige manier is om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Ja, de Opoesientje is qua mogelijkheden. Dus daar zit een horecavergunning op, daar zit een bed and breakfast op, zit een stuk museum in. En die combinatie samen met het terrasje en dat stuk museum maakt dat eigenlijk genoeg ruimte geeft om en het schip in onderhoud te houden en ook mezelf in onderhoud, van onderhoud te voorzien. De Orca zelf, het schip wat hier lag, is daar in verhouding eigenlijk te klein voor. Dat gaat niet. Eén ding is zeker, voor Berkers is het geen optie om het Opoesientje uit de haven te vertrekken. Voor mij is dit zo op de scheiding van de stad en de natuur, is dit de mooiste plek van Nijmegen. Ja.